Ja, Brabant staat letterlijk op de kaart, want buitenlandse bedrijven die hebben ons echt gevonden. Ze openen hier steeds vaker een vestiging of ze breiden hun bedrijf uit. En daar mogen we eigenlijk best wel heel erg blij mee zijn. En dat blijkt ook uit de cijfers. Vorig jaar hebben 31 bedrijven hier een plek gevonden. En dat leverde maar liefst 1661 banen op. En bovendien pompten ze samen ruim 150 miljoen euro in onze regio. Ilko Brinkhoff, van harte welkom, maar ook proficiat, want een groot deel hebben we dat ook best wel aan jou te danken, eigenlijk. We zijn er, niet alleen, maar we zijn er met een team mee bezig en we proberen er hard aan te trekken en zo goed mogelijk resultaat voor Brabant te behalen. Hoe kom jij nou binnen? Zeg, you have to come to Brabant. Hoe vertel je dat? Het ligt eraan hoe het contact tot stand komt. Eigenlijk wat je probeert is, een deel komt via een netwerk bij jou en een deel komt rechtstreeks. En eigenlijk wat je probeert, of het nou via het netwerk komt rechtstreeks, zo snel mogelijk dat persoonlijke één-op-één contact. Probeer het vertrouwen te krijgen in de tijd die je gegeven is. En wat speelt er nou met de ondernemer? Vaak is datgene wat op papier staat, er zitten zorgen achter. En op het moment dat je vertrouwen krijgt en je kunt creatief meedenken, kun je ook anderen misschien oplossingen aandragen waar men niet aan gedacht. En ben je ook onderscheidend vanuit de dienstverlening en niet alleen vanuit product. Maar hoe reageren ze in eerste instantie als je over Brabant begint? Nou, is natuurlijk wel, is er een vraag. Hè? Op het moment dat men een vraag heeft en men kijkt naar Europa om bijvoorbeeld die producten af te zetten, zit er vaak ook een vraag bij, oké, vanuit welke locatie kunnen we dat dan het beste doen? Ja. Nou, en daar zeggen wij, Brabant heeft daar een goede oplossing voor. Vertel. Nou, misschien om te beginnen met het marktgedeelte. Als je gewoon kijkt naar de Europese markt, zal ik hem iets kleiner maken. Ik zeg al, deze kaart, als je die in het buitenland laat zien, sowieso heb je hier ongeveer een straal van, 170 mijl, 500 kilometer. Mm-hmm. Hier wonen 170 miljoen consumenten met het hoogste besteedbare inkomen ter wereld. Dan heb je ze al in te pakken. Ja. Voor de rest op deze kaart, dat is heel interessant. Je hebt hier de 4 grootste luchthavens van Europa en de 3 grootste havens. Dus bijna de ligging is prachtig. De ligging is prachtig. En Brabant ligt gewoon heel mooi tussen die mainports, de grote steden. En eigenlijk het Rijn-Roer-data of naar Parijs. De verbinding naar het achterland, ja, om het zo maar te zeggen. Ik zet deze even aan de kant. Want ja. Welke bedrijven doen nou graag zaken met ons Brabant? Veel bedrijven. Hebben we ook een diagrammetje dit zijn de bedrijven dus, die we uit het buitenland hier naartoe halen. Als je kijkt naar de top 10, Amerika is gewoon de grootste investeerder in Brabant. Zowel een aantal als volume en werkgelegenheid. Een kwart van ongeveer alle buitenlandse bedrijven in Brabant komt uit Amerika. Duitsland is heel groot. Waardoor zijn die zo groot? Nou, Amerika is echt de toegang tot de markt, de Europese markt. Ook overnames vanuit het verleden gezien. Duitsland is echt het bedienen van de Nederlandse markt. En ook een groot deel, zeker de laatste jaar, ook overnames. En voor de rest zie je dan met name de wat meer nieuwkomers. Dan UK, Verenigd Koninkrijk is ongeveer gelijk met Duitsland. Maar Japan, Taiwan, India. Die komen erbij. Ja. Oké. En dan hebben we hier nog een hele mooie. Want die 31 bedrijven, die zijn... We willen natuurlijk weten waar ze dan in Brabant terechtkomen. Of niet, Bob? Nou. En wat denk je? Regio Eindhoven is het meest vol. Waarom? Eindhoven is de grootste stad. Zit op dit moment ook de meeste dynamiek. Als regio zelf, als je Eindhoven, groot Eindhoven pakt, 750.000 inwoners. Je hebt hier de grote OEM's zitten met veel toeleveranciers. Dus een groot productiebedrijf, Philips, ASML, VEI-bedrijf, VDL. Dat trekt veel bedrijven aan, hoogtechnologisch. In het westen zie je meer het logistiek. Tilburg ook goed op logistiek. Den Bosch meer zakelijke dienstverlening. Os heeft het dit jaar ook goed gedaan op logistiek. Met name ook vanuit de mailingstechnologie. Mm-hmm. En je ziet gewoon dat het overgrote deel van de buitenlandse investering in de grote steden terechtkomt. Oké. Welk land is nou echt trending? Zeg maar, wat komt eraan? Wat wordt steeds meer geïnteresseerd in Brabant? Nou, Amerika blijft altijd de grootste investeerder. We zien alleen afgelopen jaar, voor het eerst sinds 3-4 jaar, echt weer nieuwkomers uit Azië. Bedrijven die hier nieuwe bedrijven opzetten. Vanuit Taiwan, Japan, China. Nieuw op de markt, een nieuw product neerzetten, proberen markt te veroveren. Ja, er is een mooi voorbeeld van, hè? Ja. Een van de bedrijven die Brabant heeft gevonden is Mapscape. Het is een Chinese leverancier van kaarten voor navigatiesystemen. En vorig jaar breidde het bedrijf haar vestiging in Eindhoven uit van 50 naar 100 werknemers. Wij zijn Mapscape. We zijn actief in navigatiekaarten. Wij maken kaarten voor de automotive industrie. Wij zijn gefinancierd door een Chinees bedrijf. Als je naar onze historie kijkt, komen wij bij Philips vandaan. Het oude Karen systeem, misschien dat het iets zegt. In 2007 hebben wij een management buyout gedaan. Zijn we zelfstandig gestart met een clubje van 30 mensen ongeveer.
In 2010 hadden wij behoefte aan financiering omdat we aan het innoveren waren, nieuwe producten aan het ontwikkelen waren en ook daadwerkelijk geld nodig hadden. Nou, dat was precies in het midden van de crisis, dus geen banken die bereid waren om ons te helpen. Dan zijn we via via bij een Chinese club terechtgekomen. Nou, we hebben hier nu 120 medewerkers in Eindhoven, 15 verschillende nationaliteiten. 1/3 van de medewerkers komt uit het buitenland. Nou, onze Chinese partner, dat is NavInfo, is een van de twee grote spelers in China en hebben daar dus een heel groot deel van de markt al veroverd. Gaan we dat voor elkaar? Actie. NavInfo is erg geïnteresseerd in, ook in deze locatie, Brabant, vanwege het innovatieve karakter. China kan dingen heel mooi maken, vooral namaken. Ze zoeken ook naar innovatiepartners om verder te komen in de wereld, het globale aspect. En de korte lijnen naar de Duitse klant. Mapscape is er eentje van. Ja. Noem eens wat andere namen van bedrijven die we allemaal kennen. Nou, even kijken. Recentelijk is dan Primark heeft die aankondiging gedaan. Forever 21 met de winkelketen. Hier in Eindhoven Darfon met de e-bikes. Er is ook wel aardig wat publiciteit voor geweest. Mm-hmm. Abercrombie & Fitch zit ook aan de kledingkant. We hebben vanuit Taiwan nog een Goodwill Instruments hier in Veldhoven terechtkomen. Ja, een heel divers palet. Hoe zorg je nou dat je nog meer Aziatische bedrijven deze kant op krijgt? Nou, in Azië moet je echt vooral bezoeken. Je moet je gezicht laten zien, je moet proberen dat contact te krijgen, die relatie op te bouwen. Ook een stukje geduld. En Amerika is wat sneller. Ja. En proberen die relatie op te bouwen. En vanuit die relatie ook proberen het product zo goed mogelijk neer te zetten. Maar ook te zorgen dat je het vertrouwen krijgt dat ze suggesties van je gaan overnemen. En dat je meer doet dan gevraagd wordt. Mm-hmm. Je zegt altijd, in het Engels, go the extra mile. Doe meer dan gevraagd wordt. En dan kun je echt onderscheidend zijn. Ja. Is er nou ook competitie zo tussen die steden in Brabant of niet? Om die... Er is gezonde competitie, concurrentie. Maar dat is op zich in heel Nederland. Ja. Ik denk wel dat iedereen elkaar wat gunt. En daar kun je ook mee werken. Dan zijn we toch nog één als het om Brabant gaat. Ja, absoluut, ja, absoluut. Maar nou hebben jullie het voor elkaar gekregen om in 2014 zo'n ruim 1600 banen te creëren. 2015 het dubbele? Ik zou het hopen, heel graag. Ja? Maar dat is een lastige uitdaging. Is het reëel? Nee, dat denk ik niet. Ik denk 1600 banen. We hadden vorig jaar één bedrijf, Pegatron in Breda, met 700 banen. Dat betekent nog steeds dat 30 bedrijven nog steeds 900 banen. Vorig jaar hadden we het eerste record boven de 1000 banen, 1330. Nu is het 1660. Ik zou graag de ambitie willen hebben, nog meer banen. Het ene jaar is het andere jaar niet, maar ik ben wel positief over dit jaar.